Welkom bij het tweede seizoen van clubvanenschede.nl. Ook in het nieuwe seizoen volgen we weer Enschede's vrijwilligers tijdens hun werk. Ik sta nu bij Poppodium Attack, waar we straks vrijwilligster Kelly Hofman gaan volgen. Maar we gaan nu eerst naar Manege het Roesing, waar Mirjam van Zijl paarden verzorgt. Much on crowds, but you're at home in a herd. You love the feel of good leather and the jingle in them spurs. And there are days that you wonder why you do what you do. But it's a tour. Ik ben hier al bijna 2,5 jaar. Not just the lifestyle that you choose. Ik heb altijd gewoon gewerkt totdat de kinderen geboren werden. Toen heb ik een tijdje niet gewerkt toen ze heel klein waren. En toen ze weer naar school gingen. Ja, ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. Het is gewoon heel erg handig. Je brengt je kinderen naar school. En dan fiets je rustig naartoe. Dus ik ga naar huis voordat de kinderen weer thuis komen. En met vakanties, het is gewoon makkelijk. Ja, nou, het is eigenlijk, ik ben in Enschede komen wonen. En toen waren de kinderen naar school hier. En toen heb ik gewoon gezocht op internet. Wat wil ik? Nou, en toen ben ik er tegengekomen. En zodoende ben ik hier terechtgekomen. Maar ik denk dat op gewone maneges niet zoveel vrijwilligerswerk is. Daar kunnen de ruiters, die doen het allemaal zelf. But when you saddle up and leave that barn, you'll be riding that new coat. Mijn lieveling. Er stond een boy stond daarnaast en die had toen nog geen rek boven de deur. En hij krijgt altijd, hij is een beetje aan de magere kant, krijgt hij tussen de middag grasbrok. Dus extra eten. Een boy stond ernaast en die denkt van, dat is wel lekker. Dus die ging schooien. En boy doet die zegt, ha. En die had hem raak in de tong. En hij was echt zo'n stuk uit de tong. Dus boy die stond daar boven de stal echt zo. En bloeden. En ik was alleen met Paul. En Paul zegt, komt wel goed. Rain and lightning through the blowing snow. Sit tall in that saddle, yippee-tie. You were born to carry on. So carry on the cowboy way. Nou, in het begin wist ik nog niet zo heel veel van paarden. Toen moest ik alles nog leren. Maar nu is het allemaal, gaat het wel meer vanzelf. Maar echt moeilijke dingen. Nee, ik vind ze gewoon leuk. En het gaat super. Nee, niet echt moeilijke dingen. Ik vind het ook nog heel gezellig. En je paard opzadelen en rijden, dan heb je les. Dus figuren rijden, stap, draf, galop. Soms wat balkjes. Ja, echt paardrijden. Binnen en buiten, soms in de buitenbak. En als het mooi weer is, dan gaan we ook met z'n allen die kant op. En dan het Ledenboerpark en zeg helemaal naar de UT daar zo achter. Ja, je komt best een eind in een uur. You were born to carry on. Carry on the cowboy way. Dat was Mirjam van Zijl bij Manege het Roesing. Nu gaan we verder met Poppodium Attack, waar vrijwilligster Kelly Hofman actief is. Haar functie is backstage manager. Ze werkt achter de schermen en ze vangt de artiesten op.
Nou, hier heb ik al het eten klaargezet voor de artiesten die straks wat kunnen eten voor en na tijdens het optreden. Nu ga ik de koelkast vullen, want ze hebben natuurlijk dorst. Dus dan gaan we naar beneden naar de kelder. Hier staat alle drank, bijna alle drank, bier uit de tap beneden in de kelder. En alle sterke drank gaat ook in leidingen. Ik maak dus de backstage klaar zoals hier. Ik vul alles met drank, fris en op een gegeven moment doe ik eerst de boodschappen. Dus daar begint het mee. En de boodschappen zijn de broodjes, snoepjes, fruit. En als het klaar is, ook het vullen van de koelkast, dan is het even wachten op de artiesten. En als de artiesten aankomen, dan wijs ik ze de backstage, vertel ik wat ze mogen gebruiken. Gaan de bandjes om en dan kan de show beginnen. Nou, het is ontzettend leuk om vrijwilliger bij ATTAC te zijn, omdat je daar en heel veel mensen tegenkomt. Je kunt er heel veel leren, los van dat je bijvoorbeeld ergens aan het werk bent. Het is niet alleen dus heel erg leuk, maar je leert er ook een hele hoop van. Je komt mensen tegen, nieuwe muziekstijlen. En het is natuurlijk ook heel goed voor op je cv als je vrijwilligerswerk hebt gedaan en bijvoorbeeld organisatie hebt gedaan. En, cursussen krijg je hier ook, dus dat is allemaal heel mooi meegeteld. Het is leuk en het is handig. Op dit blaadje hou ik een beetje bij wat er eigenlijk aan de hand is geweest tijdens de avond. En aan het eind van de avond zet ik het online voor de andere backstage managers die dan kunnen teruglezen of er iets gebeurd is wat ook voor hun interessant is om te onthouden. Ja. Wat ik moet doen is gaan eten. En ik ga nu even naar beneden om te kijken naar de DJ die al beneden is. Of hij helemaal klaar is en of de techniek klaar is. Ik zie dat de beveiliging ook bijna klaar is. Als de horeca klaar is, dan gaan we open. En dat roept de bedrijfsleider af op de porto. En dan gaan we beginnen. En dan is het wachten op de nieuwe DJ's. We hebben hiernaast hebben we ook nog de kleine zaal, backstage. En die moeten niet in de verkeerde ruimte komen. Ik krijg niet heel veel mee van het feest. Maar af en toe als ik niks te doen heb, dan sta ik even stil. En dan geniet ik ook van de muziek. Is everybody ready? Sit everybody, we need to jump. Sit, jump. Somebody say green now! Who say? We hebben heel vaak chaos en dan vergeten we te bestellen voor andere lieve vrijwilligers. Ik regel zo nog wel even wat te eten voor jou aan salade of zo. Ja, ik wil echt sla. Ja, goed. Gaan we doen? Dankjewel. Nou, bij de entree, als mensen binnenkomen, krijgen ze een stempel dat ze het kaartje hebben afgegeven. En dan kunnen ze gewoon naar binnen en buiten voor het roken. Het roken, dat moet buiten. Ik ben onder andere ook ontwerper bij ATTAC. En goed, dat is gewoon lekker doorontwerpen omdat het ook mijn baan is. En ik ben een soort van voorzitter van de dance-afdeling hier. Dus een beetje de DJ's, de organisatoren in het gareel houden. En dat is allemaal nog heel leuk en daar kan ik eigenlijk nog de vruchten van plukken. Het is altijd wel genoeg te leren. Dus dat... Ja, dat gaat nog wel door.
Het is gewoon heel erg leuk en een verrijking van het leven. We begonnen om 4:00 vanmiddag. En het feest gaat door tot 4:00 en dan is het nog opruimen. En na het opruimen, ja, hoop ik mij dan om 5:00 keer klaar. Maar het kan ook zo zijn dat het tot 6:00 duurt. Dan lig ik wel eens om 7:00 in bed. Het is wel dat je op een gegeven moment, als je vrijwilliger bent, heb je een dubbel leven. Dan heb je niet alleen het vrijwilligerschap, maar ook ja, je werk of je school. In mijn geval dan geen school, maar wel werk. En als je daar een aantal baantjes hebt, op een gegeven moment wordt het heel veel met daarnaast je vrijwilligerswerk. Dus dan heb je zo'n volle dag. En dan kun je wel eens gaan nadenken van, moet ik het vrijwilligerswerk wel doen? Als het niet te veel wordt en moet je dan voor het betaalde baantje kiezen, wat misschien ook wel leuk is, of het vrijwilligerschap. Maar het vrijwilligerschap naast mijn baan vind ik zo leuk dat het gewoon nog doorgaat. Ook elke week in Club van Enschede.nl vacatures van het servicepunt vrijwilligerswerk. Deze week hebben we voor u de volgende vacatures. Avelijn de Hoestee vraagt een klusjesman. Het Rode Kruis zoekt een coördinator voor de maatschappelijke stages. Estinea Roombeek zoekt een medewerker voor het internetcafé. Het Fonds Bijzondere Noden is op zoek naar een secretaris. En Stichting Bosjuweel zoekt vakantiebegeleiders. Kijk voor meer informatie over deze vacatures op de website www.vrijwilligerswerkenschede.nl. Dit was weer de eerste aflevering van Club van Enschede.nl. Wilt u nou zelf ook eens met uw vrijwilligersorganisatie in onze uitzending? Stuur dan een e-mail naar clubvanenschede@tvenschedefm.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering. Graag tot dan!